Yes, goedemorgen iedereen. Ik heb hier weer mijn twee honden die al mee in beeld liggen. Die zijn klaar om ook niet te bewegen, maar gewoon te kijken. En ik denk niet dat ze veel zullen bewegen, maar wij gaan dat wel doen. Het is tijd om samen 10 minuutjes te bewegen in het zonnetje. Schitterend weer, dus als jullie kunnen, stel je rust ook buiten en dan kunnen we er samen in vliegen. Hopelijk hebben jullie gisteren ook genoten van de workout met Karine om 5:30. Ik heb gehoord dat het weer vol een bak was en dat het een top workout was. Dus volgende week zijn we opnieuw van de partij en we gaan nog eventjes door, ook in maart normaal gezien. Maar goed, voilà, zie, ik ben er volledig klaar voor. En zoals dat jullie dus kunnen zien, hondjes liggen hier buiten op hun gemak. We gaan een keer zien wat ze strakjes gaan doen. Maar wij gaan alvast bewegen. Hè. Goed, stel je maar recht. Zorg dat je een beetje plaats hebt. En als je kan in het zonnetje, des te beter. Goed, begin met je voeten onder je schouders. Ja, we gaan één keer squatten. En dan gaan we één been, één knie heffen. Dus hier één keer squatten, één knie heffen. En telkens wisselen van kant. Ja, onze benen in beweging brengen. En zoals ik dacht, die honden die doen echt niks. Het zijn zonnekloppers. Yes, oké. Goed squatten, goed naar beneden. Zit vlak goed naar achter. Schouders mooi ontspannen. En telkens één knie heffen. Goed, nog vier keer. En drie. En twee. Goed, grote uitvalspas naar voor. Van hieruit naar voor. En telkens wisselen van been. Dus zorg dat je een beetje plaats hebt voor u. Ja, hier even benen goed in beweging brengen. Achterste knie zak naar beneden. Ja, en voorste knie blijf boven je enkel. Goed, oké. Neem nu je armen mee en telkens duwen naar voren. En trek je schouderbladen naar achter. Hier duwen en armen openen. Duwen, armen openen. Hop, en duwen. En duw uit. Trek je schouders open. Borstkas openen, nog 4 en 3 en 2. Goed, blijf hier. Ja, blijf hier in lunchhouding. Je achterste knie gaat telkens naar beneden gaan en we gaan onze armen duwen naar voren. Elke keer. Ja. Alsof dat je een bal wilt wegduwen of een muur. En trek je schouders open en laat die knie naar beneden gaan. En nog 4 en 3. En 2 en 1. En we wisselen van kant. Zelfde beweging. Knie naar beneden. Kleine bewegingetjes. En duw. En elke keer als je recht komt, open je borstkas. Yes. Goed zo. En nog 4. En 3. En 2. En 1. En zet je voeten terug samen. En we beginnen terug. Hap. Onze eerste beweging. Squatten en knie. Goed zakken, zit vlak naar beneden, rond mooi recht, buikspieren op slot en knieën komen tot op heuphoogte. Ha. Goed zo. En nog 4 en 3 en 2. Oké, afwisselend naar voren, uitvalspas, terug samen. Ja, oké, klaar om je armen mee te nemen. Duw, open borstkas, duw, open, goed. En, ha. Inademen, uitademen, niet vergeten ademen. Voilà, goed zo. En nog 4. Maak je beweging groot, open borstkas. Oké, en blijf hier. En duw. En zak met je knie naar beneden. Laat je beenspieren werken. Maar hier ook, bovenlichaam, openen. Nog 4. En 3. En 2. En wissel van kant. Ja, oké. Zak je knie of laat je knie zakken. En duw en open. Goed. Schouderbladen naar elkaar toe. En nog 4. En 3. En 2. En goed. Oké. Eventjes hier ontspannen. Breng je ene knie omhoog. Rechterknie omhoog. Ja, linkerhand gaat in de lucht. En nu gaan we hier ons laten vallen. Linkerhand naar beneden. Been uitstrekken. En we proberen zo horizontaal mogelijk te komen. En terug omhoog. Knie intrekken. We gaan er nog 3 keer doen. 4 keer elke kant. Dus zakken, been uitstrekken.
En dan proberen we zo plat mogelijk te gaan liggen. Hou je evenwicht hier. Ja, buikspieren op slot. En terug recht. Oké. Probeer hier. Heup niet te laten doorzakken. Duw jezelf recht. Alsof dat er hier iemand aan je hoofd trekt. En plat, 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 plat. En terug recht. Nog eentje. Laatste van de vier. En strek je been uit terwijl je opzij gaat. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, kom aan. En rechts. En landen. Goed zo. Oké, we wisselen om. Hier, goed recht blijven. Probeer je bekken niet te laten zakken. Alsof dat er iemand aan je hoofd trekt. Ja, arm is in de lucht. Knie komt op. En dan gaan we in de richting van onze hand gaan zakken. Ondertussen strekken we ons been uit. We willen volledig plat gaan liggen. En we komen terug recht. En volledig plat gaan liggen. Tweede keer. En terug recht. Nog twee keer. Kom aan. Hè. Probeer bij te sturen. Als het nodig is. Standbeen. We laten werken. Laatste. Terug recht. Kom aan. Nog eentje. Hier alles op slot. Verlengen. En dan willen we zo ver mogelijk opzij. Benen uitstrekken. Kunnen we plat gaan liggen. En terug recht. Oké, goed. Schud je benen los. En dan zijn we terug voor onze squat. Drie keer beneden en één keer knie omhoog. Zijn in 1, 2, 3 en knie. Variatie op de eerste twee rondjes. Ja. 1, 2, 3, knie. 1, 2, 3. Ha. Ja, oké. 2, 3. Pa. Zeer goed. 2, 3, knie. Nog twee keer, dus eentje naar elke kant. Hap, en knie omhoog. En de laatste, 2, 3, knie. Oké, terug onze lunges hier. Ja, neem direct je armen mee. En duw. Borstkas openen. Oké, na dat evenwicht een beetje beweging in onze benen. Duw naar voren, open. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. Yes. Nog 4. En 3. 2, blijf hier en go. 8 keer. Yes. 4 en 3 en 2. Wissel van been. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, zeer goed. Ha. We wisselen ons evenwicht. We gaan terug op één been gaan staan. En we gaan nu dezelfde arm als het been omhoog brengen. Ja. Goed. En nu gaan we hier opzij gaan. Arm gaat over ons hoofd. Ja. En we gaan plat gaan liggen. Uitstrekken. En terug op. En. Gaan liggen, gaan liggen, gaan liggen. Uitstrekken. En terug op. Nog twee keer. Zelfde arm, zelfde knie. En op. Dus je arm komt nu over je hoofd. En gaan liggen. En terug op. Oké, wissel van kant. Denk terug. Mooi strekken. Knie op. Zelfde arm, zelfde been. Andere arm is ontspannen. Je gaat opzij vallen. Strek je been uit. Arm komt over je hoofd. Maak je lang. En kom terug in het midden. Je voet, je enkel, je knie van je steunbeen is de hele tijd aan het werken. Of zijn de hele tijd aan het werken. En als ook je heup. Hè. Hier, hap. En terug. Ik denk nog 2. Als ik mijn tel niet kwijt ben. Het is moeilijk soms tot 4. Oké. Allee, nog eentje. Kom aan, hè. En lang, 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 lang. En terug. Oké. Zeer goed. Schud dus je benen los. Ja. Hopelijk heb je dat bij je standbeen. Vooral ook aan je bilspieren gevoeld hier, omdat je recht moet blijven. Alles rond je heup heeft daar ook gewerkt. Oké, rollen af naar beneden. Rol, 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 rol tot in plankhouding. Ja, ik hoop dat jullie mij goed kunnen zien. En nu brengen we onze knieën afwisselend richting de ellebogen. Eén knie en terugzetten. Andere knie en terug. Dus richting van je ellebogen gekruist. En terug. Eentje tikken. En ander tikken. Zeer goed. Kom maar. Nog 4. Elke kant. 3. En 2. En de laatste.
Oké, goed. Wandel terug met je handen naar de voeten. En duw jezelf terug rechtop. Eerste oefening. Tweede oefening. We rollen terug naar beneden. Tot in plankhouding. En we draaien open. Richting van de lucht. Draai open. Ja, kijk naar boven als je kan. En plaats je hand terug. Andere kant. Wissel. Open. Doe je bekken omhoog. Kijk naar boven. En terug. En wissel. Open. En terug. En nog eentje. Open. En terug. En we duwen onszelf terug recht. Oké. Derde oefening. Drie. Nog eentje te gaan. Wandel naar plankhouding. Ja, en nu ga je telkens met je voet je hiel tikken en terug. Dus met die ene teen tik je de hiel. Tik en terug. Tik en terug. Tik en terug. Nog vier. En drie. En twee. Oké, duw jezelf terug recht. Yes. Super. Drie oefeningen. Knieën. Opendraaien. Hielen tikken. En we gaan dat nog één keer doen. Goed. Geniet van het zonnetje als je buiten staat. Rol naar beneden. Je weet wat je te wachten staat nu. Plankhouding. Kom aan. Acht knieën. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. En één. En eventjes terug recht. Schouders ontspannen. Polsen ontspannen. Yes. Oké. Nummer 2, we gaan terug naar beneden. Rol jezelf helemaal tot in plankhouding. Vier keer open draaien. Dat is 1. Ha, draai je bekken. Hou je bekken zo hoog mogelijk. Draai je voeten mee. 2. Kijk als je kan richting van de lucht. Bij mij is dat nu nog een mooie blauwe hemel. Dat was 4. En duw jezelf terug recht. Yes. Oké. Goed, we zijn terug weg voor onze laatste oefening. Helemaal tot in plankhouding en 8 keer tenen tikken. 8 hielen tikken. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En duw jezelf terug recht. Oh, super, alright. Heel goed gedaan. Draai schouders los. En zelfde naar voren. Oké, en dan ademen we een keer heel diep in. En schud alles los naar beneden. En nog een keer. En adem in. Maak je lang. Kom tot op je tenen. En dan alles los naar beneden. Oké, zeer goed. Voilà, zie. Mijn twee assistenten zijn hier braaf uit beeld blijven liggen. Beter dan gisteren. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop dat jullie van het zonnetje hebben kunnen genieten als je buiten hebt kunnen bewegen. En het heeft mij alvast superveel deugd gedaan. Ik spring terug verder achter mijn computer. En graag tot morgen om 11 uur voor onze volgende beweegsessie. Doei!